Dit is een bespreking van het eerste gedeelte van paragraaf 44 van boek 21. We bevinden ons nog steeds vlak voor de slag bij de Ticinus. Scipio heeft net zijn leger toegesproken en Hannibal gaat dat nu doen. Maar eerst doet Hannibal een demonstratie. Hij neemt daarvoor krijgsgevangenen, die natuurlijk elke gelegenheid aangrijpen om aan hun lot te ontsnappen, en laat die op leven en dood met elkaar vechten. Die krijgsgevangenen die grijpen dat natuurlijk aan, omdat ze elke gelegenheid willen krijgen om aan hun lot te ontsnappen. Dan spreekt Hannibal zijn troepen toe. Hij maakt eerst een vergelijking tussen die gevechten met die krijgsgevangenen van net en het Carthaagse leger. Hij stelt zijn troepen grote beloningen in het vooruitzicht. En in het laatste stuk dat we in het Nederlands lezen, zegt hij dat Rome lang niet zo sterk is als het lijkt. En dan kijkt Hannibal eens kalm rond naar zijn soldaten. Cocumque betekent waarheen ook maar. Circumtuli, ik heb rondgebracht, letterlijk. Tuli is het perfectum van fero, ferre. Ferre betekent dragen, circumtuli, ronddragen. En je ogen ronddraaien, je oculos circumferri, betekent je ogen laten rondgaan. Dus waarheen ik ook maar heb laten rondgaan, mijn ogen. Ik zie, video, omnia, alles. Plenus betekent vol, met de genitivus, vol van. Ik zie alles vol van animorum, geesten. Moed kunnen wij niet in het meervoud zetten, dus dat heb ik in het enkelvoud vertaald. Ik zie alles vol van moed, ac en robur. En robur is iets als kracht. En dan komen er een paar leidende voorwerpen van wat Hannibal allemaal ziet. Ik zie een peditem, een infanterist, een veteranus, ervaren, ons woord veteraan komt er natuurlijk vandaan. Ik zie ervaren infanteristen, heb ik vertaald. In het Latijn staat eigenlijk een enkelvoud. Ik zie equites, ik zie ruiters, ruiters van volken, ruiters van zeer edele of de edelste volken. En van die ruiters wordt gezegd dat ze frenatos in frenatosque zijn. Een frenum, dat is een teugel. Dus frenatus betekent met teugels, in frenatus betekent zonder teugels. En dat geeft die volkeren aan. De equites frenatos, dat zijn de Spanjaarden. En de equites in frenatos, dat zijn de Numidiërs, dus de ruiters uit Noord-Afrika. Wat ziet Hannibal nog meer? Ik zie jullie. Socio's, bondgenoten, fidelissimo's, fortissimo'sque, zeer trouw en zeer dapper. Jullie, of en jullie, asyndeton steeds, ik zie jullie Carthagers. Cum tum betekent zowel als. Jullie Carthagers, pugnaturos, zullende strijden, zowel op patriam, terwille van het vaderland, als terwille van woede. En van die woede wordt nog gezegd dat die justissimam is, zeer gerechtvaardigd, zeer rechtmatig. Inferimus bellum, in verre, we hadden net circumtuli van verre, dit is in verre, ergens naartoe brengen. Dus wij brengen een oorlog ergens naartoe. Wij doen de oorlog aan, wij beginnen een oorlog. En we dalen af, descendimus in Italiam, naar Italië. Dat kun je zien letterlijk vanuit de Alpen. Je kunt dat ook zien dat ze naar het zuiden gaan. We dalen af naar Italië, infestis, signis. Signa, dat zijn de veldtekenen, dus de banieren en zo. Met veldtekens, en die veldtekens die zijn infesta. Met vijandige veldtekens dalen wij af naar Italië. Tanto audacius quanto major. Tanto quanto betekent des te huppeldepupper, des te, naarmate iets groter is. Dus des te, we beginnen die oorlog, des te moediger en dapperder, al naarmate de hoop groter is. Bij het onderwerp van inferimus hoort opnieuw een participium van het futurum, zullende strijden, vertaald hier met een bijzin, terwijl wij zullen strijden. Des te dapperder, moediger en dapperder, sterker dan de vijand.
naarmate major de hoop, spes major is, de hoop groter is. En groter ook is de animus, daar heb je dat woord weer, de moed. Inferentis vim quam arcentis, naarmate de moed van een aanbrenger van geweld groter is dan die van een afweerder van geweld. Inferentis en arcentis, allebei PPA's in de genitivus. Dus er staat letterlijk iets als, naarmate groter is de moed van een aanbrengende dan van een afwerende. En in beide gevallen is vim het leidend voorwerp van dat PPA. Dus ik heb vertaald van iemand die geweld ergens naartoe brengt, daar is de moed groter van dan van iemand die geweld afweert. Aanvuren, akender is letterlijk aansteken. Aanvuurt bovendien. Onderwerp is, die staan met nadruk achteraan, de dolor, verbittering, onrecht, indignitas, tricolon asyndeton. Dus bovendien vuurt aan verdriet, verbittering, onrecht en indignitas, onwaardigheid, vernedering heb ik hier vertaald. En het leidend voorwerp, dat zijn de animo's. Opnieuw dat woord komt 3 keer voor hier. Onze harten worden bovendien aangevuurd door die 3 dingen die achteraan staat. En dan staat er ook nog in een synonymie accendit en stimulat, betekent ongeveer hetzelfde. Die 3 dingen prikkelen onze animo's ook. Dus herhalend, accendit vuurt aan bovendien en prikkelt onze harten, verbittering, onrecht en vernedering.